Hallo kids, hier ben ik weer, Jok, met een tof beroep van de maand. Ik sta hier voor een winkel en heb een gesprek met Heidi, of moet ik nou zeggen Nicole? Want eigenlijk heeft ze twee beroepen, verkoopster en zangeres. Nou, eens even binnenkijken of ze er al is hoor. Hallo Heidi, wat een toffe winkel heb je zeg. En leuk dat ik bij je langs mag komen voor het interview voor het beroep van de maand. Ja, heel leuk Jok. Ik voel me ook helemaal vereerd. Want ik heb gehoord dat er gewoon een wachtlijst staat voor het beroep van de maand. Ja, dat klopt. Dus het is helemaal geweldig dat je hier zomaar eventjes langskomt op de Voorstraat. En ik mag je interviewen, hè? Ja, je mag alles vragen wat je wilt. Hoe lang ben je al eigenaresse van deze winkel? Dat is inmiddels alweer 10 jaar. Tien jaar, ja, dat ik in Dordrecht een winkeltje heb. Ik ben eerst begonnen in een heel klein winkeltje bij het Centraal Station. Dat was op de Nicolaas Maassingel. En daarna had ik een ander winkeltje en dat zit hier schuin aan de overkant. Maar dat werd eigenlijk ook te klein. En toen ging hier een groenteboer weg uit dit pand. En toen ben ik hier naartoe verhuisd. En toen had je gelijk veel meer ruimte? Veel meer ruimte, want er zijn hier 2 verdiepingen. Dus zo, tof, kan heel hoor. Veel spulletjes kwijt. En hoe is het gekomen dat je dit werk als verkoopster ging doen? Dat kwam omdat ik een hondje had, Luna. En mooie naam. Ja, dat betekent de maan, hè. En omdat ik dat hondje had, kon ik natuurlijk niet zo makkelijk werk vinden. Want ik vond het ook zielig om de hele dag alleen te laten. Ja, tuurlijk. Ja, want daar nam ik geen hondje voor. En toen dacht ik, nou, dan moet ik eigenlijk een baan hebben of werk hebben waar ik te mee kan nemen. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon een winkeltje beginnen. Ja, tof. En zo is het begonnen, eigenlijk door Luna. Wat vind je nou zo leuk aan dit beroep? Het leuke van dit beroep is dat je natuurlijk heel veel mensen leert kennen, maar en iedereen is ook weer verschillend. En daardoor is ook iedere dag weer anders. Elke dag is weer helemaal anders als de maandag of de woensdag of de donderdag. En dat maakt het ook zo leuk. Nu heb ik gehoord dat je ook nog een ander beroep hebt. En dat is die van zangeres Nicole. Ja, dat is nog een beroep ernaast eigenlijk. In het begin was dat een beetje dat ik dat leuk vond om te doen. Maar nu is het wel zo dat het ook echt een beroep is geworden. Dus als ik 's avonds klaar ben en dan ga ik weg en dan ga ik me dan eigenlijk verkleden. En dan ben ik zangeres en dan ga ik optreden. Oh, dus je kan je eigen hier misschien ook verkleden, Heidi, als ja, Nicole? Ja, zeker. Ik kan me hier ook verkleden. Zullen we dat dan doen? Dan stel ik de vragen over Nicole op een andere plek nou, in deze zaak. Nou, dat gaan we doen. Wauw, Heidi, wat geweldig mooi zie je er nu uit, zeg. Ja, super, hè? Lekkere glitter shirt aan en een glittersjaal en een hele mooie corsage. Ja, mooi hoor. In mijn haar en nu ben ik helemaal klaar voor Nu ben het je optreden. Nicole. Nu ben ik Nicole. Nicole Kids. Ja, Nicole. Maar nu vind ik eigenlijk wel, Jok, dat jij moet natuurlijk ook wel een beetje feestkleding aan, hè? Oké. Maar ik heb al iets voor je gevonden. En, ik ben benieuwd hoor. Ja, het is eigenlijk natuurlijk wel voor een dame. Oh. Maar het is toch niet zo heel erg. Nou, heel eventjes een meisjesaap dan, hè? Ja, even meisjesaap. Ja, is leuk joh. Even kijken. Doe even zeer hoor, aan je oor. Ja, dat duurt eventjes. Het knijpt. Ja, het knijpt. Ja, daarnet dacht ik van zou dat wel gaan. Oh, even niet. Oh, ja, au. Ja, zit hij nou goed? Ja, hij zit goed hoor. Hij zit goed, hè? En ik heb hier nog een mooie strik zo. Oh, ook nog. Ja, dat is leuk joh. Dat is een beetje Een mooie sjaal. Deze doen we even hier. Zo. Kijk, dan ben je helemaal in kleur. Nou, we zijn er klaar voor het feest. Hoe lang zing je dan al? Dat zingen dat doe ik nu 10 jaar. Maar eigenlijk doe ik het al heel mijn leven, hè? Want je zingt eigenlijk al als kind, toch? Kan je voor mij en de kids thuis een stukje zingen, Heidi? Of moet ik zeggen, Nicole? Natuurlijk, Nicole, die kan dat. Maar dan moet je even wachten, dan ga ik even de muziek opzetten. Oké. Even er naartoe lopen. Oh, dit klinkt wel leuk, kids. Waar gaat het liedje over, Nicole? Ja, over een aapje. Oh! A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on a square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. But the monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right.
Straighten up and stay right. Oh, dat klinkt tof hoor. Straighten up and fly right. Cool down, papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Wat gaaf zeg. What's een liedje speciaal voor mij. You better straighten up and fly right. Cool down, papa, don't you blow your top. The boss told the monkey you were joking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the boss and tried it in the eye. I said, your story's so touching, but it sounds like a lie. Straighten up and stay right. Dat is Engels, bitch. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, papa, don't you blow your top. Nou, nou moeten we even dansen, hoor. Oké. Even dansen. Oh, lekker zeg zo. Nou, kids, dat is wel een apart hier, hoor. Wel een beetje dicht tegen me aan, hè. Anders dan... Ja, oh, heerlijk, Jok. Dat is toch gezellig, helemaal gezellig zo in de winkel, hè. Ja, toffe boel hier, hoor, kids. The boss will try the morning with joking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the boss and tried it in the eye. I said, your story's so touching, but it sounds like a lie. Straighten up. Nou, ik weet niet waar het over gaat, right. Kids, maar het klinkt wel leuk, hè? Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, papa, don't you blow your top. Fly right. Applaus voor jezelf. Dankjewel. Mag ik eens even rondkijken in deze winkel? Ja, natuurlijk mag je dat. Maar denk erom dat je niks omstoot, hè? Want nee. Dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken hier. Nee, alleen met mijn oogjes kijken. Alleen maar met je oogjes kijken en niks aanraken. Nou, ik heb geen lange vingers, hoor. Alhoewel, die zijn wel lekker, hè? Mm. Ja, lange vingers zijn lekker. Dat is zeker zo, Jok. Nou, ga maar lekker kijken. Oké. Okay. Hallo. Hallo. Oh jeetje, ze kan praten. Ja, ik ben een meisjesbeer. Je bent een geurbeer zo. Ik ben een geurtjesbeer. Ik zit hier altijd bij de geurzakjes, maar weet je wat het nadeel is? Ik moet er altijd zo verschrikkelijk van niezen. Oh. Ik ook. Achoo. Achoo. Dan moet ik ook weer niezen. Maar ja, ze ruiken wel lekker aan, maar niet voor mijn neus. Nee, het is ook niet altijd alles om hier altijd maar heel de avond te moeten blijven zitten. Het hoort ook in de kledingkast te hangen, hè? Eigenlijk wel, dus ik hoop dat ze heel gauw verkocht worden. Ja, doei. Dag. Nou zeg, is dit leuk, kids? Ja of nee? Oh, ik zie jullie niet meer. Kikkeboe. Oh, verdikkemus, waar is nou toch die aap weer gebleven? Maya, weet jij waar de aap is? Leuk, hè, kids? Hoe kan dat nou? Het moet toch ergens zijn, joh. Zou die zich verstopt hebben? En in de kast hier zit hij niet? En achter de toonbank niet? En bij de kassa niet? Nou, heel raar. Oh, kijk nou. Kiekeboe. Waar zit je nou toch? Kiekeboe. Oh, je zit eigenlijk in de boom van de hoede, hè, Jok? Ja, maar ik heb nou toch een hoedje op, dus ik pas er wel mooi bij, ja, hè? Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik zou je bijna willen houden in de winkel. Nou, doe het maar gauw af, hoor, want hij knijpt. Knijpt hij? Ja. Nou, dan moet je niet te hard zeggen, hoor, want het is niet goed voor mijn klanten. Oh, jeetje. Ik zal hem eventjes uitdoen. Zo. Ja. Oh, en het sjaaltje. Ja, die moet ik ook nog terug hebben. Nou, geweldig. Bedankt voor het gesprek, hoor, Heidi. Ik vond het super in je winkel, hoor. Het was heel erg gezellig, Jok, en ik ben blij dat je bent geweest hier op de Voorstraat. Ja, graag gedaan, hoor. En je moet nog maar eens een keertje terugkomen, dan kan je nog eens even lekker in de boom spelen. Ja, een leuke boom, hoor. Hier is het hier. Ja. Oh, dag, schaap. Oké, okay, nou dag, Jok. Dag. En tot de volgende keer. Doei. Tot ziens.